Ja, het houdt je ook een beetje mentaal fit, hè? Je bent toch analytisch bezig als je een stuk software aan het schrijven bent. Of een fysiek probleem aan het oplossen met je robot. Het bouwen van zo'n ding, dat is erg lekker om te relaxen als ik echt gewoon zin heb om even niet te denken aan dingen. Dan pak ik een bak Lego en dan ga ik er een beetje mee spelen en prutsen. Ik maak ook doodles als ik aan het skypen ben, dan heb ik dat pakje Lego voor me. En dan zit ik daar een beetje doodles in elkaar te knutselen en dan aan het eind van. Oh, ja, dat is wel interessant. Dat is gewoon, sommige mensen tekenen op een klapblokje. Ik pak een aantal Lego steentjes en dan ga ik daarmee bouwen. Dus, het is natuurlijk ook altijd heel erg leuk om van mensen te horen van, wat je doet is erg leuk. En, ook het feit dat mijn website toch wel de go-to website is voor mensen die informatie zoeken over sensoren en ook robots. Dat is erg leuk als ik kijk naar de Google search dingen die op mijn site belanden. Ja, dat is toch wel heel erg interessant. Is het een hele rare tussen hoor. Dan wil ik het ook weten, want dat is te raar. Nee, ik kan ze gauw niet bedenken, maar echt de meest vage dingen die helemaal niks met mij op Lego te maken hebben. Ik denk dat je het zelf wel in kan vullen. Nou, voor kinderen de raarste. Ja, hele rare dingen die je soms aan het doen. Het is wel het leuke. Het gros daar zit een robotzee in. Dus als mensen dingen zoeken over robots, dan komen ze eigenlijk de facto op mijn website terecht. Als je robots NXT intypt, ik denk dat ik op de tweede of derde plek sta. Na de robots website zelf. Ook dat is nog wel te fixen. Nou ja, dan bedank je e-mails. En dat is echt ongelooflijk gaaf. Als je een e-mail krijgt van een leraar of een... Of zo'n FTC-team van, thank you very much, because of your drivers we came in third, of we came in second. Nee, maar dat is heel erg leuk van beginnende groepen die zeggen van, you really saved us a lot of work, and thank you very much, dat is echt super. En ik heb dus ook echt gewoon een handgeschreven brief van een van die teams. Ja, dat is heel gaaf als je dat krijgt. En mensen die feedback geven van, we zouden graag dit willen hebben of we zouden graag dat willen hebben. En gewoon feedback krijgen, dat is heel stimulerend. Is dat. Dus, ik doe het eigenlijk omdat het gewoon hartstikke leuk is. Een avond zoals dit, dat vind ik echt hartstikke leuk om te doen. En mijn enthousiasme toch een beetje te projecteren op andere mensen. Ja, toen ik daar in de zaal was, daar had ik ook over verschillende boeken. Nou, er zijn echt mega veel boeken over de NXT beschikbaar. Er zit ook een hele hoop shit tussen. Ja, dus echt, NXT, dat is... Eigenlijk proberen mensen daar... Een hoop mensen proberen daar een slaatje uit te slaan. Vooral Laurens. Die heeft er al 3 geschreven. Maar zijn boeken zijn wel heel erg goed. Maar dat is echt zo hoor. Je hebt verschillende soorten boeken. Je hebt voor beginnelingen en voor meer geavanceerde programmeurs. Heel veel verschillende soorten core subjects. Sommige boeken die focussen heel erg op het bouwen. Andere focussen weer heel erg veel op het programmeren. Er zijn ook een aantal die echt puur en alleen over het eigen sensoren bouwen en hoe hack je NXT en al dat soort dingen. Dat is ook erg leuk. En je hebt soort themaboeken. Die zijn vooral op education gefocust. Ik had even een search voor gedaan op NXT, Mindstorms NXT. Amazon. Er kwamen 65 resultaten uit. Dit zijn er maar een paar die bovenaan stonden. Dat boek had ik nog nooit gezien. Lab View for Lego Mindstorms NXT. Maar die Michael Gasperi, die naam klinkt wel heel bekend, maar kan niet helemaal plaatsen.
James Floyd Kelly, nou, die heeft vreselijk veel boeken geschreven. Nou, Lawrence heeft die geschreven en die. Half heeft die. Dat is een Cubus oplossing, een boek dat echt helemaal gefocust is eigenlijk op Linux Cubus solver. Die is geschreven door John Hansen, dat is de developer van NXC. Persoonlijk niet zo'n heel goed boek, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het wel. Ik ben er niet echt van onder de indruk. Dit is dan weer zo'n themaboek, The Mayan Adventure. Nou, dan moet je allemaal moet je schatten vinden met je robotje. En je hebt een robotje die over een lijntje heen gaat. En ja, echt van alles en nog wat. En dat is dus heel leuk in een klas. Want dan kun je een aantal weken kun je deze robot maken. En dan een aantal weken kun je die robot maken. En daar zit ook een heel curriculum bij. Dat is voor een leraar is dat perfect natuurlijk. En, maar er zijn echt voor ieders wat wil is er wel wat te vinden. Er zijn ook boeken die speciaal voor Java programming voor het NXT. Maar ik zou voor Java zou ik daar geen boek voor kopen, want er zijn ontzettend goede tutorials online. Nou, er zijn ook heel veel communities. Vooral de Lego User Groups, de LUGs zoals die heten. Ja, je hebt Bellug, je hebt Lolug, dan heb je ook nog de Bouwsteen in Nederland. Er zijn echt, elk land heeft er wel eentje. En in Amerika hebben zelfs elke grote stad heeft er wel eentje. Er zijn ook nog een aantal Mindstorms communities en blogs online. Next Step, die is erg gefocust op NXTG. Er zitten ook ontzettend veel contributors bij. En bijna allemaal zijn ze wel in de MCP. Volgens mij, Laurens, jij zit daar ook op, hè? Ja. Ja. En er zijn er nog een aantal andere. Ja, ik zit daar zelf niet op. Ik heb dan de Mindboard community. Dat is eigenlijk alleen maar een forum. Ja, de blog wat erop zit is eigenlijk een beetje defunct. Dat zit er wel op, maar daar doen we niks mee. En dan heb ik badbench.com, dat is die van mij. En dan eigenlijk nog een hele hoop persoonlijke websites. Mensen die leuke projectjes hebben gemaakt, die inzetten. Er is er eentje die is bezig met een robot die balanceert op een bal. En die houdt het ook helemaal bij. En alle wiskunde die daarbij komt, dat legt hij dan allemaal uit. En dat is wel heel erg leuk. Er zijn er heel erg veel van. Echt wel eens honderden. Sommige zijn wat interessanter dan andere. Sommige zijn echt. Hebben ze een of andere robot nagebouwd en dan zeggen ze van kijk wat ik heb gebouwd. Maar dat is wel leuk, maar het is niet altijd even inventief, maar. En op YouTube, als je daar zoekt op Mindstorms, dan vind je er echt 100.000 of meer. Dat is echt niet normaal. Dus dat was het einde van de presentatie. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. Ja. Die brick, de hardware daarvan, die is ook open source? Ja, klopt. Open. Zijn er niet zeg maar brick clones of dingen met meer functionaliteit of met meer memory of ingebouwde dingen die daar... Funny you should say that. Ik heb hier. Ik weet niet of jullie bekend zijn met wat Google laatst samen met Arduino heeft gereleased. De ADK, de Android of de Accessory Development Kit. Dat is dit bordje. En die heeft, een USB host aansluiting. Dus die kun je aansluiten op je Android telefoon. En MindSensors, een ander bedrijfje hebben ze opgestart, heet Open Electrons, die heeft daar een bordje voor gemaakt. En daar kun je NXT meuk op aansluiten. Deze is overigens ook gewoon via je Arduino aan te programmeren. Dus je kan hem gewoon via C kun je hem ook gewoon programmeren. Hij is ook aan te sluiten op je NXT, dus er zit gewoon een firmware op dit bordje.
En dan kun je hem als een soort multiplexer gebruiken om dingen uit te lezen en aan te sturen. Je kan er 4 motoren mee aansturen en 4 sensoren mee uitlezen. Dat is eigenlijk meer dan een NXT. En is volledig vanuit de ADK te programmeren. Dus dat is best wel tof. Dus dan kun je eigenlijk zonder die NXT je robot aansturen. Een beetje qua formaat compatible met Lego? Ja, er zitten asgaatjes in. Ja, ze zijn heel goed, maar niet gek. Kijk, ik heb daar zelf asjes in gedouwd. En dan kun je er gewoon aanslaan. Ik had ook een robotje, ik heb ze snel afgesloopt. Maar dan kun je daar dus gewoon je NXT-spullen mee aansluiten. Het einde is nog niet in zicht dus. Oh nee, absoluut niet. En er komt ook binnenkort die Raspberry Pi. Ik weet niet of je het nieuws gevolgd hebt. Dat ding van $25, die super krachtige, eigenlijk een heel klein computertje is dat. En die heeft dus, die is echt super, super krachtig. En het kost helemaal niks. Dus die zou je dan ook een interfacebordje voor kunnen bouwen eigenlijk. Dus, je kan het zo gek niet bedenken of iemand heeft het wel eens een keer aan een NXT-sensor of wat dan ook aangesloten. En als je I²C kan praten, dan kun je eigenlijk alle digitale Lego-sensoren gebruiken. Maar een hoop in zitten. Dus ze zijn bijna allemaal digitaal. Maar je krijgt ook steeds meer sensoren voor analoge grootheden die dan digitaal I²C gewoon uitspugen. Ja hoor, er zijn een hele hoop sensoren die. Er zit gewoon een NXT-converter voor. Ja. Nou. Helemaal getraind op de moeilijke dingen die je. Anders dan analoge elektronica moest afwegen. Ja. Dit is een GPS-sensor. Die is wel cool. Er zit gewoon een antenne op. Een batterijtje op de achterkant. En er zit een hele kleine Atmega 328 op. Ja, 328. En er zit gewoon een programmer header op. En met deze heb ik de firmware gedeelte van geschreven. En die is ook gewoon zelf te herprogrammeren. Dat is, als je dat leuk vindt en je kan daar een firmware voor schrijven, dan moet je dat vooral doen. Dan is er nog een camerasensor. Dat is de grotere variant van deze. Oh, hier. Hier zit ook een USB connector op. Hier zit een Atmega 8 in. En die is ook volledig opnieuw programmeerbaar. De firmware is gewoon open source. En die kun je gewoon aanpassen. Ik heb een paar kleine aanpassingen gemaakt. Zodat dat die beter object tracking had. Vooral als het licht heel erg slecht was. En dat publiceer ik dan gewoon. Ik heb dan een artikeltje over geschreven met de vergelijking. En mensen kunnen dat dan downloaden en kunnen ze dat gewoon gebruiken op hun camera. De source code is ook gewoon. Dus, ik heb best wel een aantal sensoren nu. Een aardige verzameling. En ik schrijf daar dan drivers voor. Ja, en meestal als ik klaar ben met een driver schrijven, doe ik er niet zo heel erg veel meer mee. ik bouw niet zo heel erg veel robots. Dit zijn dan de robots die ik heb. Ik heb er nog wel een paar thuis, maar als ik een driver aan het schrijven ben, hier zit dan een Six Degree of Freedom IMU op, dat is een Inertial Measurement Unit. Kun je gebruiken als je een UAV aan het bouwen bent, zodat je precies kan zien wat de,
hoe de positie is van je vliegtuigje. Ja, die zet ik dan gewoon zo naast mijn laptop neer. Af en toe. Ja, oké. Okay. Dan schrijf ik daar de driver voor. En daarna heb ik zoiets van, ja shit, wat moet ik er nou mee gaan maken? Ja, ik ben niet zo, ik heb niet zo heel erg veel fantasie wat dat betreft. Ik ben echt meer een software schrijver. Deze vind ik wel heel erg leuk. Ik ben al iets van 2 jaar bezig met dit soort platformen. Dus die omnidirectional platformen. Ja, en dan zat ik wat te prutsen en ik had een fout gemaakt en ik deed dat ding aan. En hij ging vooruit, maar hij ging ook nog zo. Dus hij draaide en ging ook nog hij bleef wel in dezelfde richting gaan. Dus dat was wel heel erg tof. Daar heb ik meteen video van gemaakt natuurlijk. Maar dat was eigenlijk gewoon een beetje per ongeluk dat ik dat hij het in één keer deed. Maar dat was wel heel erg leuk. Dus dat soort dingen doe ik wel heel erg veel. Gewoon een beetje prutsen en doen. Maar ik bouw geen grote robots of wat dan ook. Daar ben ik helemaal niet goed in. Daar heb ik ook helemaal geen geduld voor. Afgezien van de fun en het leeraspect van dit soort speelgoed. Weet jij of er echt deze Lego en die NXT ook echt commerciële toepassingen zijn? Gewoon mensen die er echt iets mee maken waar ze helemaal mee doen? Nou, ik was gevraagd door een bedrijf in Vancouver om een systeem te ontwikkelen waarmee ze websites konden uittesten op mobile phones. Ze wilden een robot hebben, daar kon je een soort 2D plotterachtig systeem. Dus dat dan met een soort sousijsje dat ze dan op het schermpje konden typen, zeg maar. En zo een URL in typen en dat soort dingen. Dat was een commercieel iets wat ze ermee wilden gaan doen. En dan wilden ze echt gewoon honderden van die dingen naast elkaar zetten en dat ze gewoon via Bluetooth een URL konden uploaden en dan konden ze dus met een cameraatje boven zien hoe die website op zo'n mobiel eruit zag. Ik ben er uiteindelijk niet voor gegaan, want ze eigenlijk wouden dat ik alle hardware aanschafte en dat zij dan uiteindelijk mij een soort partner zouden maken in het hele gebeuren. Het was allemaal heel vaag, had geen businessplan of wat dan ook. Nee, ik dacht het niet. Dus uiteindelijk ben ik er niet voor gegaan. Maar ik kwam met een het gaat je ongeveer $19.000 kosten om dit allemaal te gaan bouwen. Dat kan niet. Geld heb ik niet. Ja, dat is jammer, maar ik heb deze estimates gemaakt. Ik heb zoveel hardware nodig. Dit heb ik gewoon nodig. En zoveel uren heb ik denk ik nodig te hebben om dit te kunnen bouwen. Ja, dat wou hij niet. Dus heb ik gezegd, no thanks. Maar voor zover ik weet zijn er echt... de bedrijven die sensoren maken, die verdienen er geld mee natuurlijk. Ja, echt leger. Uiteindelijk natuurlijk is dat je iets met die sensoren doet. En je actuatoren aanstuurt en daar die interactie of je feedback loops, dat je daar problemen mee hebt. Ik bedoel, je hebt er iets van mee gekregen. Je hebt voorraad, kun je daar wat over vertellen? Ja, er zijn... Eén richting wat dat betreft, dus alleen maar opnemen. Maar we hebben natuurlijk wel die CP-achtige dingen gezien. Mm-hmm. Daar heb je een voorbeeldje van. Ja. Er zijn mensen die hebben een UAV gebouwd van Lego. Niet van Lego zelf, maar de NXT, was de UAV, zeg maar het brein van de UAV. Dat zijn de dingen die ze hebben gemaakt. Hoeveel tijd heb je om, zeg maar, bijvoorbeeld die balanceren? Hè? Je neemt metingen doen en ondertussen doe je wel berekeningen. Is die CPU snel genoeg om rekening moet doen, of moet je daar voorzichtig in zijn? Loop je snel tegenaan dat je het... Nou, met NXTG loop je daar sneller tegenaan dan met Robot C. Robot C is echt bloedsnel. Maar sowieso, je zit met een limiet van hoe snel je sensoren uit kan lezen. I-kwadraat C bussnelheid op de NXT is standaard ongeveer 10 kHz. Onder Robot C kun je dat opkrikken tot 30. Maar de analoge sensoren worden ongeveer elke 3 milliseconden uitgelezen. In die tussentijd kan die genoeg dingen doen.
high-technic dingetje. Dan kun je laten zien in het scherm hoe vaak dat je kan vol. Die is gewoon vol als hij gaat trainen. Die krijgt iedere 7 of 8 milliseconden rectificering. Uit de gyroscoop is dat elke 3 milliseconden. Ja. Dat is een volledig analoge sensor. Maar waarschijnlijk is het zo dat omdat het vervolgens een aantal flowsberekeningen er iets uit moet achteraan. Nee, dat is echt puur analoog. Er zit echt. Ik heb het ding opengemaakt. Er zit echt alleen maar dat ene sensortje in. Nee, snap ik, maar als je er iets mee bouwt, bijvoorbeeld dat voorbeeld dingetje wat ze hebben, wat die circular function heeft, dan zit hier rond de 7. Oh, dat zou best kunnen. Ik weet niet precies. Ik heb het ding niet zelf geprogrammeerd. Ik heb gewoon het programma gedaan van, hey, kijk, niet doet dit. Het zou best wel eens kunnen. Ik weet het niet. Jij moest toch die 10 milliseconden loop eruit slopen toen dat ding... Ja, wat zijn de maximale aantal sensoren die je aan kan sluiten als je een bus gaat aflopen? 127. Okay. En die kan dus wel een eindje vooruit. Ja, maar je zit toch iedere keer met die transactie. En dat gaat op een gegeven moment. Dan ben je gewoon 1 seconde bezig om al je sensoren uit te lezen. Mm-hmm. Ja, niet echt handig. Dat gaat niet werken. Bovendien is dat ook gewoon bijna niet te programmeren. Ik had al erg veel moeite met het programmeren van 7 sensoren. Gewoon al die dingen bijhouden, al die informatie ook gewoon verwerken en daar iets mee doen. Ja, dat maakt je programma al heel snel heel complex. Waar kom je complexiteit dan tegen? Kun je daar een schets van geven? Nou, stel je voor bumper A en bumper C die voelen wat. Wat doe je dan? Wat gebeurt er als je bumper B en... afstandssensor 3 die meten wat tegelijk. Daarom had ik dat robotje ook met behavior based gemaakt. Met bepaalde behaviors die dan prioriteit hebben over anderen. Dus als hij ergens tegen aanknalt, dat belangrijker is dan wanneer hij een balletje op 50 centimeter ziet. Waar hij graag naartoe wil. Dat maakt het enigszins... bruikbaar als je een hoop sensoren hebt. Maar dat is ook nog best wel complex om dat te programmeren. Het is gewoon veel werk. Het is wel te doen, maar het is gewoon veel werk. Ja, ik vind dat gewoon uitdagend. Ja, dat is het ook. Dat is het zeker ook wel. De 4 sensoren op een robot is al heel erg veel. Om dat allemaal bij te houden en daarmee te werken. En daar kun je echt wel heel erg veel mee. Je kan 2 robots makkelijk met elkaar laten communiceren, dus je zou eventueel zelfs gewoon cooperative dingen kunnen doen. Swarm Robotics bijvoorbeeld. Robot C die is daar druk mee bezig om daar een mooie tool voor te bouwen, zodat je meerdere robots makkelijk met elkaar kan laten communiceren. En in een swarm-achtige, met een gemixt XB wifi en Bluetooth. Dus dat is wel heel erg tof. Binnenkort komt dat uit. Dat is wel heel erg tof. Er is heel erg veel wat je met de NXT kan doen eigenlijk. Je hebt gezegd dat erin zit. Ja, het zit ook in commerciële producten waar ons mee gebeurt. Dus de wereld is open wat dat betreft. Ja. Het is ook een open design. De schematics zijn gewoon te downloaden van de Lego website. De firmware is gewoon te downloaden. Dus ook de firmware van de Atmega, je kan er geen drol mee, want er zitten geen programming headers op. Maar er zitten wel gaatjes op het bordje waar je eigen header op zou kunnen zetten. In JTAG. Ja, het zit in JTAG. Er zijn een paar pootjes op dat ding waar je gewoon serieus moet programmeren, moet wel een reset. Maar dan kun je gewoon de eerste flash-programmeren die erin zit. Mm. Zo programmeer je bijna alle AT'tjes van... maar zo werkt het niet met de...
met de NXT. Dus die pootjes die zitten hier niet op, op het bordje. Dat zijn gewoon, die dubleren gewoon in, als IO-poort normaal in die normaal op de chipping hebt. Zoals, hier zit de chippy. En even kijken. Hier zit de JTAG voor de dingen. Het zijn eigenlijk alleen maar gaatjes. En die zou je eventueel door kunnen aan kunnen solderen als je dat leuk vindt. Dat heb ik. Er zitten hier voor de arm zitten hier. En er zijn ook wel, die kun je er ook gewoon op solderen. Er zijn ook houttoes voor. En alleen dan kun je ook echt als je dit ding wil programmeren, dan moet je echt die JTAG erop op solderen. Dat is geen andere manier om dat ding te programmeren die je had meegaan. Die heeft ook nog nooit een update gehad of wat dan ook. Dus volgens mij ook niet eens mogelijk. De firmware upgraden van de arms, de arm, daar heb je geen speciale kabels voor nodig. Het kan wel. Die poort wordt voornamelijk gebruikt door mensen die firmware programmeren en een debugger erop aan willen sluiten. Maar die debuggers die zijn echt puur duur. Als je een goede snelle arm debugger wil kopen, dan ben je toch wel een paar honderd dollar kwijt. Eentje die compatible is met bijvoorbeeld. Waar ook er is een bepaalde programmeeromgeving die gebruikt wordt door Lego zelf en ook nog een hoop andere om hele compacte firmwares te kunnen schrijven. En dan is het wel handig om zo'n JTAG eraan te kunnen hangen, zodat je kan weten wat er aan de hand is binnen in dat ding. Dus als je hangt bijvoorbeeld. Dat is lastig, je hebt wel een schermpje. Er wordt ook druk aan gewerkt om dat via USB te kunnen debuggen voor sommige firmwares. Maar dat is, is nog heel erg veel werk. Zijn er mensen die zonder dingen hebben aangesproken via die RS-485? Omdat die sneller zo hoog is en die manipulatie er niet lang. De wifi sensor, de XP sensor. Aan de specs komen. Gewoon RS-485 is gewoon een protocol. Dat zit. Zit daar een heel software laag ook al bij? Onder NXTG kun je hem niet aanspreken. Nou, niet standaard in elk geval. Er zijn nu wel blokken voor gemaakt, maar er zit geen software. Ja, klopt. Je kan ze wel ergens aan op ergens anders op aansluiten, maar dan doen ze dus helemaal niks. Dat is echt puur seriële aansluiting. En ook die seriële poorten. Ik heb daar ook wel eens zo'n. Dat was het ene sensor, die bordjes die van Texas Instruments, heel erg. Die MSP430 bordjes die je echt voor $2 of zo kon kopen een tijdje geleden. Ja, die heb ik ook wel via RS-485 aan de praat gekregen. Ja, dat is allemaal vrij. Je kan er eigenlijk alles mee. Het is veel simpeler dan I²C. Maar al die omgevingen die kunnen allemaal I²C praten. En je hoeft eigenlijk helemaal niks van het protocol zelf te weten. Je hoeft alleen maar bytes erin te proppen en dat gaat er hier over de bus heen. Dus dat is, je hoeft alle details van het protocol zelf hoef je niet te weten. Dus dat is wel mooi afgeschermd. En ik heb in mijn drivers heb ik daar nog een laagje omheen gegooid om daar ook nog heel veel additionele error checking en dat soort dingen in te gooien. Zodat het ook wat makkelijker, dat ik niet iedere keer dezelfde meuk moest schrijven in mijn drivers.
Dus ik heb er echt gewoon netjes gelaagd gemaakt. En er verder nog vragen? Nee. Ja, ik werk met die AT-8 natuurlijk zelf. Ja. En die IT-C die je daarop gebruikt, die is vrij traag, waarschijnlijk omdat je op de plek zit. Omdat namelijk je PC op de klok, bijna in de buurt van de kloksnelheid, of de deel van de kloksnelheid, zeg maar, kunt laten lopen. Kun je zien dat er veel sensors aflopen. Maar het kan wel veel sneller. Nee, de I-kwadraat C die gebruikt wordt tussen de arm en de sensoren is volledig bitbind. De I-kwadraat C bus die op de arm zit en op de Atmega, die worden gebruikt tussen die twee chips om heel snel op 900, ik weet niet precies meer hoe snel, maar er wordt in elk geval op hoge snelheid wordt gecommuniceerd tussen de I-kwadraat, tussen de arm en de Atmega. En dat is puur voor motor control en sensors uitlezen, analoge sensoren uitlezen en zo. Dus dat de I-kwadraat C, die communicatie tussen de arm en de digitale sensoren, gaat puur via bitbind. Dus het gaat niet via, daarom is dat ook zo traag. Omdat dat volledig bitbind over de vier poorten gedaan wordt. Het is gewoon een design decision die ze toen hebben gemaakt. Om de snelle hardware accelerated I-kwadraat C te gebruiken voor de communicatie tussen de arm en de Atmega. Maar goed, omdat alle specificaties open zijn, zou je gewoon een nieuwe break kunnen bouwen die dat wel kan. Tuurlijk. Ja. Wanneer heb je de specs klaar? Ja, maar ik denk dat we moeten beginnen. Nee, maar er zijn een aantal design decisions die Lego heeft gemaakt toen de tijd, die achteraf misschien niet zo handig waren geweest. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Het zou mooi geweest zijn als achter elke sensorpoort een RS485 chip had gezeten. Of een RS485 chip en een RS232 chip waar ik tussen kon kiezen. Er zijn veel meer peripherals te krijgen voor andere robotica platformen die allemaal RS232 praten. Ja, dat kan dus niet. Ja, dat is jammer. Maar ja. Maar weet jij, of zijn er geruchten dat Lego aan een opvolger van Brick werkt? Ik weet er niks van. Aangepaste specificaties? Nee, daar weet ik niks van. Dan is de tijd rijp om zelf te doen. Oké, in ieder geval bedankt. Cool. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Bedankt. Zo. Nou, leuk. Ja, ik vond het leuk. Leuk dat je eventjes dit hebt laten zien. Echt cool. Ja, als iemand nog wil zien wat ik aan sensoren heb. Nou ja, ik weet wat mijn zoontje op zijn volgende verjaardag wil. Ja, ja. Oh, wat jij voor je zoontje op zijn verjaardag wil. Nee, je moet dat op een andere manier pakken. Ja, nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja.